Lieve mensen, ik heb deze brief geschreven omdat ik steeds meer vragen krijg, of beter gezegd aantijgingen van haatzaaiers, dat ik controlled opposition zou zijn. Niet alleen ik, maar eigenlijk iedereen die zich uitspreekt tegen het beleid en daarmee bekendheid heeft gekregen, zoals Frank Rusink, Marie Crispijn, Willem, Weltschmerz, Blackbox, mijn zusje Nadia, Isa, Jorn, Jay en FVD, de enige echte oppositiepartij in mijn ogen. In het begin zag ik er de humor nog wel van in, maar mensen beginnen door te draven. En het begint agressief en intimiderend te worden. Onder andere Morrie en mijn zusje hebben hier al eerder een video over gemaakt. Ik hoorde dus dat er allerlei geruchten gaan, die wij trouwens zelf ook al eerder hebben bereikt een tijd geleden, over dat Isa en ik en mijn zus vooral en zelfs Jay, dat we allemaal controlled opposition zijn, want er wordt namelijk vermoed dat wij Freemasons zijn, omdat we een aantal tattoos hebben of foto's hebben waar mensen allerlei symboliek in zien en duistere intenties en daar allerlei conclusies aan verbinden, zonder ook maar één vraag ooit direct bij ons neer te leggen. Ja, mij is ooit geleerd van wat je negeert kan je ook niet valideren, dus eigenlijk zou ik dit gewoon moeten negeren. Maar laat ik er toch maar een keer wat woorden aan wijden. Die tatoeage van dat oog in mijn nek, dat is niet het Illuminati-teken, dat is het oog van mijn zus. We hebben elkaar zijn ogen getatoeëerd toen ik een jaar of 20 was. Dat was overgrootvader van mij en Doreen. Dat was inderdaad een vrijmetselaar, dat klopt. Mijn zus draagt een ketting van hem. Je kan natuurlijk denken dat iedereen die een familielid heeft een bepaald symbool bewust of onbewust uitdraagt, meteen een satanist is. Lijkt me niet per se verstandig als je het spelletje van verdeel en heerst niet wilt voeden en niet mensen ten onrechte van kwade intenties wilt betichten. Mocht je dat toch doen, be my guest, but you're wrong. Je bent onder andere naast je actieve carrière als actrice, ben je ook de vriendin van Willem Engel. Dus dat betekent ook dat jij ook in die noemer heel veel wordt meegenomen. Controlled opposition. Ik vind dat echt een hele kwalijke bedoeling. En je wil er eigenlijk niet te veel aandacht aan geven. Maar in mijn geval komt dat omdat ik een ketting draag die ik van mijn overgrootopa heb georven. En hij zat bij de vrijmetselarij. En ik heb een oog van mijn zusje in mijn nek, Nadia. Mm-hmm. En Nadia heeft mijn oog in haar nek. Dus dan heb je een schouder met een oog erin. Ik zeg je heel eerlijk, want jaren geleden ook in die complotten een beetje ging kijken. Mijn oom was er heel erg actief in. Die is overleden helaas in 2008, mm-hmm. Maar die heeft achteraf met alles gelijk gehad. By the way, maar oké. Okay. Raakte ik best wel geïnspireerd daardoor. En ik zag heel veel artiesten bijvoorbeeld ook zo op de foto staan. En weet je, al die Illuminati dingen eigenlijk. Symbolieke, maar ja. Ik wist er eigenlijk helemaal niet zoveel vanaf, maar ik dacht, wauw, ik hoor erbij. Want mijn overgrootopa, dat was een vrijmetselaar. En ze zeggen dat het hetzelfde is, dus nou, vet. Dus ik ging ook zo op de foto staan. Nou ja, dan zien mensen oude foto's van mij terug. En dan krijg je dat. Krijg je gelijk een label? Ik ben er heel erg nieuwsgierig naar. Ik had hem graag gevraagd, maar hij leeft niet meer. Ik heb hem nooit gekend. En die informatie is naar mij doorgecijpeld. En Nadia en ik hebben wel nog eens een keer gedacht, 10 jaar geleden, van ja, misschien moeten we gewoon eens even kijken, even infiltreren. Ik ben gewoon wel benieuwd, nieuwsgierig wat er allemaal gaande is. In ieder segment heb je mensen die misschien te veel doordraven. De mensen die te veel naar de overheid luisteren. De mensen die te veel in de complothoek zitten. Frank Rusink, Weltschmerz ook. Iedereen in oppositie wordt gecontroleerd. Ook de mensen die niet in de oppositie zitten. Big Brother houdt iedereen in de gaten. Ik begrijp best na dieper inlezen in vrijmetselarij of illuminatietheorieën dat mensen misschien bepaalde verbanden bij mij zien. Ik denk niet dat iemand die stiekem bij de kabal hoort zich op zo'n manier als ik doe, zou uitlaten over het regime. Ik expose het kwaad, ik deel er niet aan mee. Ook al heb ik ooit bepaalde symbolen uitgedragen, betekent niet dat ik erbij hoor. Iedereen doet wel eens dingen die ze achteraf niet of anders hadden gedaan. Ik wist er destijds gewoon niet genoeg vanaf. Ik zal 1 keer de meest gestelde vragen beantwoorden vanuit deze hoek en concludeer daarna wat je wilt. Mijn tattoos. Mijn zusje en ik hebben elkaars ogen in de nek getatoeëerd, wat voor ons symbolisch betekent, we watch each other's back. Ik heb 13 religieuze, non-religieuze symbolen en levensovertuigingen om mijn arm getatoeëerd. Onder andere christendom, islam, zoroastrianisme, atheïsme, het Keltische geloof, jodendom, vrijmetselarij, die iedereen opeens als enige ziet, en als ereplek boeddhisme, omdat van alle levensovertuigingen deze me het meeste aanspreekt. De reden waarom ik dit heb gedaan is omdat ik iedereen respecteer en omarm. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb me in mijn leven veel verdiept in verschillende religies en kwam steeds erachter dat de kernwaarde van ieder geloof of levensovertuiging draait om respect voor mens, dier en natuur. Dat staat ook in de thais op mijn vinger. What goes around comes back around bij de symbolen.
Wat ik daarmee bedoel spreekt voor zich, lijkt me. Dus ik respecteer ieder mens, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, zolang ze mij en onze omgeving ook met respect behandelen. De ketting die ik draag is een erfstuk van mijn overgrootvader. Ik draag deze altijd. Hij heeft hem gekregen toen hij 25 jaar bij de vrijmetselarij zat. Toen ik deze ketting van mijn oma kreeg, heb ik hem praktisch nooit meer afgedaan. Ik heb me destijds een beetje verdiept in de vrijmetselarij. Ik zag dat veel grote artiesten hiermee in verband werden gebracht en zag dat ze bepaalde symboliek uitstraalden. Ik vond het destijds interessant dat ik familie had in deze geheimzinnige groepering en wilde het uitdragen. Ik zag het als super cool en stoer zonder er veel van af te weten en het intrigeerde me destijds enorm. Ik deed die symboliek ook na bij fotoshoots waarbij ik de creatieve vrijheid kreeg. Ik heb toen ook de layout van mijn website erop aangepast. Als je mijn tattoos een beetje kent, zie je dat dit precies in lijn is met mijn website. Ze vertellen mijn verhaal. Vandaar dat ik ze daar heb geïntegreerd. Ik was jong, naïver en was vooral nieuwsgierig naar die symboliek. Zonder dat ik doorhad dat sommige mensen dit weer met duistere, sinistere rituelen verbond. Eerlijk gezegd weet ik het nog steeds niet of het een verband met de vrijmetselarij heeft. Ik heb er nog geen sluitend bewijs van gezien in ieder geval, maar ik sluit het ook niet uit. Ben ik een vrijmetselaar? Nee. Ken ik mensen die bij de vrijmetselarij zitten? Ja. En deze mensen zijn echt geen kinderbloeddorstige satanisten. Zullen er vrijmetselaren op de wereld zijn die dat wel doen? Ongetwijfeld. Stel, je vader heeft een persoon vermoord. Maakt dat jou dan ook automatisch een moordenaar? Of stel, ik speel een moordenaar in een film. Maakt me dat dan een moordenaar in het echte leven? Bij Waku Waku wilden Willem en ik een kijkje gaan nemen en Frank Rusink was op dat moment met een toespraak bezig en zei dat iedereen die niet ingesloten wilde worden nu weg moest gaan. Dus dat deden we, met tientallen andere mensen. Toen Willem en ik aan de overkant stonden, werden we vastgepakt door de politie en terug in de groep gezet. Alles staat op beeld. De mensen die niet opgepakt wilden worden zijn allemaal via de achterdeur ontsnapt. Wij waren dus niet de enigen.